heel erg behoefte om te gaan zingen. En ik kon nergens echt een fijne muziekschool vinden. Toen ben ik hier uitgekomen. En ja, ik ben echt blij dat ik hier ben. Ik ben Colin Leijner, ik ben de eigenaar van de Nove Popschool Ede. Ik heb dit georganiseerd, we hebben dit hier allemaal neergezet. Wij met onze popschool die we hier in Ede hebben en in Apeldoorn en in Enschede, zijn wij heel erg actief met popmuziek, met leerlingen, coachen, om lekker met muziek bezig te gaan. Voor mij is het ook dat ik gewoon heel erg van zingen hou. Als ik niet zing, weet ik ook dat het niet goed met me gaat. Het is niet dat ik de beste nieuwe zangeres wil worden, ik zing gewoon echt omdat ik het heel leuk vind. Pop en uitvoering is een dag waarbij we tweeledig het muziek maken en het muziek ervaren inzetten. Waarbij we de beleving, wat is popschool, wat is de popschool, wat is popmuziek, heel erg centraal willen zetten. En dan die beleving is dus tweeledig, dus het maken van muziek en het spelen van muziek. Het maken van muziek komt doordat je zelf ook aan de slag kan tijdens de lessen. De drumlessen, de gitaarlessen, dat soort dingen. Maar ook gewoon het beleven om te kijken naar alle talent wat we hier in Ede hebben. Ja, de sfeer. Ik vind de sfeer echt heel goed. En gewoon, ja, de sfeer die hier gecreëerd is. Mensen zijn heel aardig. En je krijgt gewoon supergoed zangles, echt. Wat we uit willen dragen als een visie is dat wij vinden het heel erg belangrijk dat mensen muziek gaan maken. Waarom? Het maken van muziek staat aan de basis van iemands ontwikkeling. Niet alleen op een instrument, maar als jij je ontwikkelt op een instrument, ga je als mens jezelf ook ontwikkelen. En dat heeft te maken met het samenspelen. Het kunnen luisteren, het kunnen interpreteren van iets en dat daar iets mee kunnen. Dat soort zaken staan aan de basis van allerlei basiscompetenties in je leven. Muziek maken is zo ontzettend belangrijk voor ons als mens. En wij geloven dat door het maken van muziek en modern muziekonderwijs, zoals we dat bij de popschool doen, dat we bijdragen aan een socialere maatschappij die uiteindelijk rijker, niet in geld, misschien wel, maar vooral als rijker als persoon wordt van de ervaring die muziek geeft. Ik heb gitaarles bij de popschool al best wel lang. En ik kom hier al een paar jaar en dan mag ik liedjes spelen. Dat vind ik wel leuk. Jessica komen. Heel chaotisch, en dat ben ik ook. Dus dat is heel leuk. Soms als we lessen hebben, dan zijn we wel aan het zingen, maar tussendoor wordt ook gekletst. En ze is ook heel meegaand en begripvol. Het is niet alleen van, zij is de juf, ze geeft zangles en ik ben het kind die les krijgt. Maar ook, ze is ook gewoon geïnteresseerd in mij en dat vind ik ook heel fijn. Een jaar of 5, denk ik. Dus verschillende leraren gehad. En ik zit nu tot nu toe bij de allerbeste, vind ik zelf. Fantastische leraar. En ik kan niet alleen heel goed spelen zelf, maar ook heel goed lesgeven. En daar stel ik tegen bij de popschool erg goed op, vind ik. Je kan wel gewoon muziek maken, gewoon mooie akkoorden spelen en zuiver zingen. Maar als je niet enthousiast over bent, dan komt het niet over. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is. Populaire school, heel populair, waar op wel moderne wijze les wordt gegeven, zeg maar. Het sluit heel erg aan bij jongeren ook. En er wordt leuk met ze omgegaan. Ik had eerder ook ergens op een andere school les. Maar daar hadden leraren, vond ik, niet echt de drang om je wat te leren, zeg maar. En dat heb ik bij de popschool wel. Dus dat vind ik echt heel goed. Ik heb echt leraren hier die je graag iets mee willen geven. Dus dat is hier te gek. Now rumor has it, he's the one I'm leaving you for.